Mijn naam is Sophie. De bedoeling van deze workshop is om jullie eigenlijk aan te leren wat je allemaal met 2D-grafiek kan doen. Ik ben zelf interieur, vormgeefster, interieurarchitecte van opleiding. En uit ervaring vind ik dat als je een plan moet voorstellen aan je klant, moet dit zo duidelijk mogelijk zijn. Het moet er gewoon goed uitzien. Niet altijd evident. Niet iedereen kan een plan lezen. Dit ziet er op zich heel simpel uit. Dat is het ook. Het is gewoon een kwestie van alles in de vingers te krijgen. We beginnen met een blanco blad. Links bovenaan hebben we ons basisgereedschap en je ziet daar ineens de T staan. De T van tekst, logisch. Ik klik erop. Ik klik gewoon op mijn blanco blad. En ik typ Vectorworks gebruikersdagen. Ja, klein hè? Als je bovenaan naar je menubalk gaat, zie je tekst staan. Daar ga je naar lettertypen. Daar heb je alle mogelijke lettertypes, let op, die enkel op jouw computer staan. Vectorworks heeft zelf geen lettertypes. Dus maak je een document aan en die geeft je document aan iemand anders die het lettertype die jij hebt gebruikt niet heeft, dan zal het lettertype automatisch veranderd worden. Kan lastig zijn. Je lettergrootte kan je gaan aanpassen. Eerlijk gezegd, ik vind de menubalk vrij omslachtig. Ik gebruik liever het infopalet rechts. Dus, ik ga even inzoomen. Laat ons alles selecteren. We gaan naar het infopalet en daar kan je bij lettertypen ook van alles gaan kiezen. Er is zodanig veel keuze. Ik neem dan Avenir Light bijvoorbeeld. Laat ons ook ineens de lettergrootte aanpassen naar 48 punten. Ik zou er graag een achtergrond aan willen geven. Wat gaan we dan doen? Gewoon mijn kenmerkenpalet, wat ik nu aan het verslepen ben. Daar heb je een emmertje. Als we daarop klikken, we gaan die gewoon een egale kleur geven. En ik kies voor groen. Ik zou heel graag links van Vectorworks en rechts van gebruikersdagen meer ruimte hebben. Het enige probleem is nu natuurlijk dat het niet gecentreerd is. Dus we gaan terug naar ons infopalet en daar gaan we de horizontale uitlijning op gecentreerd zetten. Volgende probleem, de groene achtergrond. Die wil ik ook voor de volledige lengte. Dus terug naar het infopalet en vulling alleen achter tekst vinken we uit. Probleem opgelost. Met de woorden zelf kan je gaan spelen door middel van de tekstspacering. Daar ga je de afstand tussen je letters gaan aanpassen. Ik kan er heel extreem in gaan. We gaan ineens de tekst wit zetten, dus terug naar je kenmerkenpalet. Bij het potloodje kiezen we voor een witte kleur bijvoorbeeld. Bij Vectorworks zelf gaan we dit ook doen. Ik zet ze even uit elkaar. Je ziet bijvoorbeeld tussen de W en de O dat er ietsje meer spatie zit dan tussen bijvoorbeeld de C en de T. Dat ligt aan het lettertype. Niet elk lettertype is perfect, maar die kan je dus ook letter per letter gaan aanpassen. Dus als we de W selecteren en we gaan naar tekstspacering, dan kan je dit ook gaan aanpassen. Ik ga er niet te veel tijd aan verspillen. In ons voorbeeld was ook duidelijk dat je letter per letter van kleur kan gaan veranderen. Dit in het geel bijvoorbeeld. Oké. Er stond een cirkel rond, dus je gaat gewoon naar je basisgereedschap. Je selecteert je cirkel. Daar is belangrijk dat je vulling op geen staat, dus naast het emmertje. En als lijn wil ik identiek dezelfde kleur als mijn letter V. Ik weet niet meer welk geel ik heb genomen. Dan ga je gewoon naar je actief document. En daar zie je je laatst gebruikte kleuren. En ik teken mijn cirkel. En ik maak mijn lijn ietsje dikker. Oké. Ik ga even terug naar het originele document. Veel te klein. Ik wil een ander lettertype. En ik ken de naam van mijn lettertype van buiten. Maar ik heb geen zin om te scrollen tot je hem vindt. Dus dan tik je gewoon de eerste letter. En dan ben je er. Hier ook weer. Ik wil ze groter dan 144 punten, maar ik kan niet meer verder. Dan neem je gewoon een lettertype op maat. Bijvoorbeeld 280.
Wat ik eigenlijk wilde tonen, is dat je daar echt mee kan gaan spelen. Ook terug via je infopalet. Dit ga ik bijvoorbeeld in onderschrift gaan plaatsen. De D vind ik nogal vet en bombastisch. Dus om te vermijden dat je de kleine letter D moet gebruiken, kan je gewoon een omtrek nemen, bijvoorbeeld. En hier kan je echt ook letter per letter gaan aanpassen. Bijvoorbeeld de K voor de E. Je verandert hem van kleur. Stel nu dat jullie een tekst hebben staan op de computer of een PDF-bestand en die zou je graag willen importeren, dat kan. Ik heb er eentje klaarstaan. Ik ga ze gewoon selecteren, kopiëren en plakken. Maar ik vind het letterteam hier niet oké, ik vind de lettergrootte niet oké. En ik werk eigenlijk met een bepaalde huisstijl. Dat wil zeggen, ik heb mijn bedrijf, ik heb een bepaald kleur in mijn logo, ik wil diezelfde kleur in mijn tekst, ik hou van een bepaald lettertype, ik wil altijd hetzelfde lettertype gebruiken. Dit hoort gewoon bij mij en bij mijn bedrijf. Dan gaan we gewoon een tekststijl gaan aanmaken die je kan opslaan in Vectorworks. En zo vermijd je eigenlijk dat je telkens opnieuw alles moet gaan instellen. Heel makkelijk. Mijn hulpbronnenpalet ga ik even aanzetten. Dit is wat ik nodig heb. Ik sleep die er gewoon tussen. Ja. Ik klik op het huisje. Je klikt gewoon dubbel op een wit vlak. Ik wil een tekststijl aanmaken en we gaan die gewoon creëren. Je geeft die een naam. Huisstijl, grafiek bijvoorbeeld. Ik geef die eender welk lettertype. De Arial, iedereen kent die wel. Ietsje groter. Ik wil mijn tekst rood en geen vulling. Onderaan heb je de voorvertoning waar je eigenlijk alles kan zien. Ik klik op oké en dan komt die in je hulpbronnenpalet rechts te staan. Je selecteert de tekst of wat je wil veranderen naar je huisstijl. En dan heb je twee keuzes. Ofwel dubbelklik je, ofwel neem je hem vast en sleep je hem gewoon naar je tekst. Dit vind ik persoonlijk vrij omslachtig, omdat je hem echt goed moet selecteren. Je moet de rode rand zien. Zo. Dit is mijn huisstijl. Heel kort eigenlijk om uit te leggen dat je met tekst heel veel kan doen. Het is fijn om gewoon te ontdekken en ermee te gaan spelen.